Welkom bij de korte video over reactievergelijkingen oplossen, waarin we gaan kijken wat voor informatie er te zien is in de reactievergelijking en hoe dat wij deze nou uiteindelijk kunnen oplossen. In deze presentatie gaan wij kijken naar wat is er nou daadwerkelijk allemaal voor informatie te zien in een reactievergelijking. Daarna gaan we eens even kijken hoe kom ik eigenlijk aan die informatie om zo'n reactievergelijking op te kunnen stellen. En tot slot, hoe gaan we deze nou stap voor stap kloppend kunnen maken, zodat ik een kloppende reactievergelijking heb. Dus, wat zien wij nou allemaal in een reactievergelijking? Nou, in eerste oogopslag is het een hele korte weergave waarin wij laten zien welke moleculen reageren er nu met elkaar. En dat zien we dan doordat het opgeschreven staat in de molecuulformules. En daarachter staat tussen haakjes in kleine letters meestal welke fase dat deze stof zich bevindt. Daarna wordt er door hem kloppend te maken kunnen wij zien in welke molverhouding deze stoffen met elkaar reageren. En door een beetje goed verstand te hebben over wat voor soort reacties kennen we en kunnen wij herkennen, zien wij in een reactievergelijking ook vrij snel wat voor soort reactie het is. Zien wij bijvoorbeeld plus O2 erbij staan, dan weten we dat het een verbranding is. Hebben wij maar één beginsel voor de pijl en meerdere na de pijl, is het een ontledingsreactie. En al die andere reacties die we hebben geleerd. Nou, hoe vind ik nou de informatie die ik nodig heb om een reactievergelijking op te kunnen stellen? En het eerste wat je dan eigenlijk bij jezelf moet afvragen is, wat moet ik gaan vinden? En de informatie die je in een vraag, zoals bijvoorbeeld hier bij het koken op een gas vanuit wordt aardgas verbrand, bij deze reactie ontstaan waterstof en koolstofdioxide, moet ik weten wat zijn mijn beginstoffen en wat zijn mijn reactieproducten. Nou, mijn beginstoffen zijn de stoffen die aan het begin met elkaar reageren en de reactieproducten zijn de stoffen die aan het einde over zijn. En in dit geval zijn de stoffen die in het begin met elkaar reageren, ik zie dat er aardgas is en ik zie dat de reactietype een verbranding is. Dus aardgas levert mij dan de kennis dat er CH4 aanwezig is en dat die verbrandt geeft mij de kennis dat het reageert met zuurstof. Daarna zie ik de reactieproducten en de reactieproducten die vertellen mij dat er ontstaat water en er ontstaat koolstofdioxide. Nou, water vertelt mij dan dat de stof die ontstaat H2O is. En koolstofdioxide vertelt mij dan dat de stof die dan ontstaat CO2 is. Nou, als we dit dan al gaan opschrijven, ziet de reactievergelijking er zo uit. Ik heb CH4 plus O2 en dan een pijltje om aan te geven dat er een reactie is. En dan H2O en CO2. Goed, dat hebben we nu staan. Maar dit is nog niet een volledige reactievergelijking. Als we namelijk deze reactievergelijking bekijken, zien we dat deze reactie nog niet helemaal klopt. Ik heb voor de pijl een ander aantal deeltjes dan dat ik na de pijl heb. Nou, hoe weet ik dat? Nou, voor de pijl kan ik het heel makkelijk zien. Ik heb hier één koolstof zitten en na de pijl heb ik ook één koolstof zitten. Dus ik mag als koolstofverhouding hier dan opschrijven. Ik heb voor de pijl 1 en na de pijl ook 1. Als ik dit voor waterstof ga doen, dat kan ik ook, dan zie ik dat ik voor de pijl 4 heb. En dat zie ik aan dat kleine cijfertje, dat noemen we de index. Die geeft aan dat er 4 waterstofjes in zitten. En hier heb ik die 2 plus een waterstof, dus na de pijl heb ik 2 waterstoffen. Dus voor de pijl 4, na de pijl 2. En voor zuurstof kunnen we dan hetzelfde doen. Ik zie dat ik voor de pijl 2 keer O heb. En ik zie dat ik na de pijl, daar komt hij in 2 stoffen voor. Dat is wel meteen even vervelend. Ik zie dat ik hem hier 1 keer heb in H2O en 2 keer in CO2. Dus na de pijl heb ik hem 3 keer. En wat je dan dus ziet is dat het aantal deeltjes voor de pijl niet gelijk is aan het deeltjes na de pijl. En het vervelende is, massa mag niet zomaar verdwijnen of verschijnen. Dus moeten wij deze kloppend gaan maken en moeten wij iets in de verhoudingen gaan doen om ervoor te zorgen dat deze reactievergelijking in verhouding aan elkaar gelijk staat. Nou, hoe maken we deze reactievergelijking dan kloppend? We gaan eerst kijken naar de atomen die zowel links als rechts van de pijl maar 1 keer voorkomt. En wat bedoel ik daarmee? Nou, kijk bijvoorbeeld even naar koolstof. Die zie ik hier alleen in methaan, in aardgas staan. En na de pijl alleen in koolstofdioxide. Nou, voor de pijl 1 keer, na de pijl 1 keer. Dus ook 1 atoom. Dus deze klopt al. Is fijn, hoeven we hier niks meer mee te doen. Als we gaan kijken naar waterstof, die zien wij voor de pijl 1 keer in aardgas staan. Die zien wij namelijk hier een keer staan. Maar die zien we na de pijl ook een keer in water zelf staan. Dus dan zien we hem daar 2 keer staan.
Maar ook, die komt maar één keer voor, en die komt maar in één molecuul voor de pijl en in één molecuul na de pijl. Alleen hier klopt die, de verhouding klopt nog niet. Kunnen we deze dan kloppend maken? Ja, dan kunnen wij daar twee keer het watermolecuul pakken. Wat dan belangrijk is, dan voegen wij een coëfficiënt toe, dat is die twee die we dan voor het molecuul zetten. En dat betekent, dan hebben wij heel het watermolecuul twee keer. Dus ik heb twee keer twee is vier waterstof en dan ook twee keer één zuurstof meteen erbij gepakt. Nou, over zuurstof gesproken, dat is de enige die we nou nog niet kloppend gemaakt hebben. Waarom zijn we daar niet mee begonnen? Nou, zuurstof komt voor de pijl alleen in O2 voor, in zuurstof voor. Maar na de pijl zit hij zowel in water, H2O één keer, als in koolstofdioxide twee keer. Nou, van het watermolecuul weten we al dat wij daar twee van nodig hebben. Dus ik heb in het totaal aan zuurstof, twee zuurstof in van water en twee zuurstof in koolstofdioxide. Dat betekent dat ik vier zuurstof heb na de pijl. En dan moeten we die ook kloppend gaan maken. En ook dit gaan wij doen door een coëfficiënt toe te voegen. En dat kunnen we door een 2 voor het zuurstofsymbooltje zetten. Dat betekent dat ik heel het molecuul zuurstof nu twee keer heb. Die kleine cijfers, de index zoals die heet, daar mag jij niks aan veranderen. Want die geven aan welk molecuul er reageert. En daar iets aan veranderen betekent ook dat er een ander molecuul reageert. En hoewel dat het soms heel makkelijk zou maken, mag je die niet veranderen. Want dat betekent dat je naar andere reacties aan het kijken bent. Oké. Nu hebben we deze reactie kloppend gemaakt. Maar er komt er altijd nog een belangrijke stap. Even controleren en wat zien we nu? Nou, het eerste wat je ziet is dat er kleine cijfertjes bij staan. Deze noemen wij de index. Dat zei ik net al, die mag je nooit veranderen. Maar dat komt, deze geven aan hoeveel atomen er van iets in het molecuul zitten. En de index geeft altijd iets aan over het atoom dat er voor staat. Dus de 4 in dit geval over het waterstof. En dat kleine 2'tje naar zuurstof, iets over zuurstof. Daarna zie je die grote cijfers er voor het molecuul staan. Die noem je coëfficiënten. En die geven aan hoeveel van het molecuul er daadwerkelijk reageren. Dus als we het over de reactie boven hebben, één molecuul aardgas reageert met twee moleculen zuurstof om twee moleculen water en één molecuul koolstofdioxide te vormen. Dan moeten we hem nog even controleren en kijken dat hij niet vereenvoudigd kan worden. Nou, ik zie hier dat ik links één keer koolstof heb, vier keer waterstof en twee keer twee is vier keer zuurstof. En rechts één keer koolstof, twee keer twee is vier waterstof en twee keer één plus 2 zuurstof heb en dat is ook 4, dus hij klopt. Het vereenvoudigen betekent, hier moet ik ook nog even controleren, kan ik het misschien alle getallen delen door 2, 3 of 4, dus hebben ze nog een gemeenschappelijke deler, want ik moet het in een zo'n klein mogelijke vorm opschrijven. Nou, hopelijk heb je er iets aan gehad, dit was de korte uitleg over reactievergelijkingen, vooral heel veel succes.